Plein, bekend vanwege de marinierskazerne en de korenmolen De Noord. Een merkwaardige naam voor een molen die op het Oostplein staat. Hij heeft het bombardement van 1940 overleefd, maar is in 1954 door brand verwoest. Maar daar hebben de molenaar en zijn helpers nog geen weet van. De populairste winkelstraat van Rotterdam is de Hoogstraat, die zich over een lengte van 1 kilometer uitstrekt van het Oostplein tot aan de Korte Hoogstraat. Zowel de Hoogstraat als de Korte Hoogstraat waren oorspronkelijk dijken die hoger lagen dan het omringende gebied. Men liep dus niet in, maar op de Hoogstraat. Een spraakgebruik dat zich tot op de huidige dag heeft gehandhaafd. Oudere Rotterdammers raken nooit uitgepraat over de bekoring van die enigszins rommelige, maar oergezellige winkelstraat. En niet alleen etalages kijken, maar ook mensen kijken is een uiterst interessante bezigheid op de Hoogstraat. Getoonde filmopnamen zijn gemaakt in of omstreeks 1928 door de Hongaarse cineast Andor von Baksi, die destijds in Nederland verbleef. Heeft von Baksi met een verborgen camera gewerkt? De voorbijgangers lijken zich er niet van bewust dat ze gefilmd worden. Zeker is dat ze er geen flauw vermoeden van hebben dat ze in een verre toekomst op een televisie- of videoscherm te zien zullen zijn. Werkterrein van allerlei acrobaten, muzikanten en straathandelaren die in niet geringe mate bijdroegen tot het levendige straatbeeld. Veelal waren ze niet in het bezit van de benodigde vergunning, zodat ze zich ijlings uit de voeten maakten als er een politieagent naderde. Sommige winkels hadden een stoepier, iemand die zich op de stoep voor de ingang ophield om argeloze kijkers en voorbijgangers naar binnen te lokken. En een Zuidblaak die gescheiden waren door het water van de Blaak. Een kleurrijke binnenhaven waar een onophoudelijke bedrijvigheid heerste. De Noordblaak met zijn chique winkels en zijn legendarische platanen was de wandelboulevard bij uitstek. Hij kwam uit op het toenmalige Beursplein, waar zich ook het station Beurs bevond, dat naderhand station Blaak werd genoemd.
1932 de dagelijks aangevoerde vis werd verhandeld. Op het eerste gezicht hangt er een gemoedelijk sfeertje, maar schijn bedriegt. De zeevishandel is een keiharde business en de visvrouwen staan erom bekend dat ze niet op hun mondje zijn gevallen. Als ze hun voorraad hebben ingekocht, zwerven ze met hun handwagens uit naar de wijken waar ze hun klanten bedienen. Het stoere vissersvolk wordt weinig rust gegund. Er moet weer worden uitgevaren voor een nieuwe vangst. We verlaten de zeevismarkt en we volgen een sleperswagen van de Oranjeboombrouwerij die ons op deze manier de weg wijst naar de Maasbrugge. Sleperswagen rijdt door naar de brouwerij in de Oranjeboomstraat en wij blijven nog even op het Noordereiland om de verkeersdrukte bij de bruggen in ogenschouw te nemen. Op de Koninginnenbrug zien we een bonte verzameling voertuigen aan ons voorbij trekken. Het veevervoer is nog gebaseerd op het simpele principe dat koeien vier poten hebben waarmee ze zichzelf kunnen verplaatsen. In de Van der Takstraat staat een file van hier tot Gunter. Het blij dat ik rijgevoel vergaat je op zo'n manier. We keren terug naar de rechter Maasoever via de Maasbrug, die officieel Willemsbrug heet. Naar koning Willem III die in 1874 de eerste steen heeft gelegd. Er is nog een manier om de rivier over te steken en wel door gebruik te maken van de veerdiensten. Zoals het bekende wagenveer. We staan op de boompjes en zoals altijd levert de druk bevaren rivier een boeiend schouwspel op. Langs de boompjes bevond zich ook de aanlegplaats van de schepen van de Batavierlijn die tussen Rotterdam en Londen heen en weer voeren. Te oordelen naar de kleding van de dames die hier worden uitgewuifd, moet deze filmopname al heel lang geleden zijn gemaakt. Op de hoek van de boompjes en de Leuvenhaven is het een rokerige bedoeling met al die sleepboten. Kolsingel was in die tijd een typische flaneerboulevard. Het was er zowel overdag als 's avonds altijd even druk. Gigantische reclameteksten verkondigden hun boodschap van de daken en de gevels. We zijn weer terug op het Hofplein. De verkeerssituatie begint hier langzamerhand chaotische vormen aan te nemen. Met name de Delftse Poort doet zich kennen als een sta in de weg voor het steeds toenemende verkeer. Schuin tegenover de Delftse Poort het café-restaurant Loos, dat één geheel vormt met het station Hofplein.
Als we even wachten tot de tram voorbij is, ontdekken we een stukje Hofplein dat eigenlijk geen Hofplein is, want het heet het Slagveld. Op de plek waar het slagveld overgaat in de Schiekade bevond zich het begin en eindpunt van de paardentram die tot halverwege de jaren 20 de verbinding tussen Rotterdam en Overschie onderhield.